Ik ben erg fan van roze. Dus dit wordt echt helemaal mijn setje. Alle verpleegkundigen in het Spaarne Gasthuis in Haarlem lopen er inmiddels op. Vrolijke, herkenbare sokken. Ze zijn er namelijk de actie Held op Sokken gestart om verpleegkundigen op de coronaafdeling beter herkenbaar te maken voor patiënten. Wij staan in een blauw pak, allemaal met een bril op. We zijn totaal onherkenbaar. En het enige wat je dan nog een beetje aan de verpleegkundige kan zien is de sokken. En dat is heel fijn, want dan weet je welke verpleegkundige er wanneer bij je stond en wie wat een beetje tegen je heeft gezegd. Met een team werd de actie opgezet. Het doel? Zoveel mogelijk sokken. Mensen kunnen sokken geven inderdaad. Dat doen we ook bij lokale ondernemingen, omdat die natuurlijk ook wel wat te verduren hebben in deze hele crisis. En op die manier proberen we eigenlijk een win-win situatie te maken en zorgen ervoor dat de sokken op een goede manier hier bij het ziekenhuis aankomen. De actie is inmiddels opgepikt door een sokkenfabrikant die een hele doos vrolijke sokken kwam brengen. We zijn eigenlijk aan de slag gegaan met het tekenen van verschillende designtjes. En het idee was om zoveel mogelijk vrolijke kleurtjes en vrolijke printjes te gebruiken. Zodat de sokken echt heel herkenbaar zijn en ook heel vrolijk. Alles om een lach op de mensen hun gezicht te toveren. Wat gaan jullie nou doen als er straks 10.000 sokken binnen gaan komen? Dan gaan we die op een goede manier verdelen door heel Nederland. Dankjewel, ze komen op een goede plek terecht.